Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom. November is natuurlijk Sint Maarten en wij gaan op uit met deze kinderen hier om lekker veel snoepjes te pakken, maar ik ga gelijk beginnen met een liedje. Jongens, gaan we een liedje zingen? Ja! 11 november is de dag, dan mijn lichtje. 11 november is de dag, dan mijn lichtje branden mag. Ik ben er klaar voor. Wat heb jij gekregen? Weet het niet meer. Weet je niet meer, maar je hebt wel heel veel volgens mij. En ja, oeh, wat heb jij? Je hebt een Milky Way. Hou je van chocola? Ja. Kun jij nog herinneren dat je Sint Maarten ging lopen? Ja, het is wel heel lang geleden, maar ik kan me nog wel herinneren, ja. En zag het er zo uit als deze kinderen net, of was het heel anders? Ja, ik denk dat ik wel, dat het wel een beetje hetzelfde was. Al veel snoep opgehaald? Jazeker, kijk hier maar in het tasje wat mijn dochter allemaal opgehaald heeft. Maar jullie zingen niet mee, zo te horen. Nee, zeker niet. Nee, dat moeten de kinderen doen, hè. Het is voor de kinderen, ja? Niet voor ons. En tot welke leeftijd ongeveer mag je meedoen? Nou ja, wat de kinderen zelf willen. Kijk, mijn zoon van 10, die heeft geen zin meer. Maar zijn dochter van 12, die zingt nog vrolijk ja, mee. Ja, die gaat er nog helemaal. Nee, die gaat graag voor een zak snoep. Ja, dat zou ik ook doen, ja. Hé, hey, zijn de liedjes veranderd van vroeger? Ja, ik zou zeggen, ja, luister even mee en... Ja. Zet het op de film. Sint Maarten is er niet alleen om snoep te lopen. Vroeger, en dat heb ik echt over heel lang geleden, was er een man, die was een ridder. En die zat in het leger en op een dag kwam er een soort van bedelaar langs. Die had heel weinig kleren aan. Laten we zeggen, naakt. En het was heel koud en die man had een cape en die ging een cape doormidden snijden en gaf een deel aan hem. En die nacht kreeg hij een droom over dat Jezus deze cape aan had. En die dag daarna besloot hij dat hij het leger uitging en monnik ging worden. En deze werd heel erg succesvol, deze man. Die ging langs dorpen, langs mensen en die hielp heel veel mensen. En deze werd eigenlijk gewoon als heilig gezien. En op een gegeven moment, toen hij doodging, werd er dus, op 11 november ging hij dood, werd er dus heel veel mensen zijn leven of bestaan gevierd. En dat is nu een beetje iets anders geworden dan snoepen, vragen in ruil voor een leuk liedje. Heb jij heel veel snoep? Wow, je hebt een hele tas vol, joh. Wat vind je nou het allerlekkerste snoepje? Echt? Welke vind je het allerlekkerste? Oh, daar komt hier. Oh, de Starmix van Haribo. Die is wel lekker, hè? Hey, ga je dit allemaal morgen opeten? Ja. Ja, tot je buikpijn hebt? Nee. En krijgt mama of papa ook nog wat? Of is het alleen maar voor jou? Alleen voor mij. Zo mag ik het horen. Goed zo. Je zegt net een mooie lampje op van je zoon. Oh, de egel, wat mooi. Ja, heel mooi. Heeft hij gemaakt op het dagverblijf. Maar waarom draag jij hem dan? Hij is een beetje moe inmiddels. Oh. Hij wil naar huis. Ik zei, nou, nog één huis, want daar woont dan een vriendje van een van de groep. Okay. En dan gaan we daarna weer naar huis. Jij mag het werk doen. Ja, precies. Daar is hij. Ben jij een beetje moe? Ja. Zet jij een mooie lampionnetje? Zet jij een mooie lampion? Ja. Ga je morgen veel snoepjes eten? Ja. Ja, hè? Weet jij eigenlijk wat we vieren met Sint Maarten? Ja, dan denken we terug aan een man die vroeger zijn mantel opdeelde onder de armen. Dus we vieren eigenlijk het feest van delen met elkaar. Okay. Toen ik hier kwam wonen, toen vertelden mensen mij over Sint Maarten.
En toen dacht ik, nou, dan wil ik ook weten waar het voor is. Ja. En ja, de feest van delen, daar wil ik wel aan meedoen. En vertel je kinderen dat ook of gaat het voor kinderen alleen op snoep? Ik vertel het mijn kinderen ook. Ze weten het ook, want morgen is er een inzameling van de voedselbank. Okay. Dus ook daar doen we aan mee. Dus wij krijgen dingen, maar wij geven ook weer dingen weg. Het gaat volgens mij erom inderdaad dat je gaat delen. Ja, dat gaat. Inderdaad, Tom. Sint Maarten is bijna afgelopen, maar ik ga even nog een liedje zingen in ruil voor een koekie. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de meisjes hebben rokjes aan, daar komt Sint Maarten aan. Nou, mag ik een snoepje? Ben je hier niet iets te oud voor? Nee hoor. Nee, toch niet? De camera vier. Ja, de camera moet ook een snoepje. Kijk, hartstikke leuk. Oh, dankjewel. Doeg. Ik ben zo blij als een kind, jongens. Dit programma wordt u aangeboden door Leibrand Telecom.